Een spotje gezien, denk ik, op televisie? Of hoe heb je ervan gehoord? Je hebt een spotje op televisie gezien. Het was Lotte het spotje niet had gezien. En Lotte niet heel enthousiast die op school was gekomen van kom, jullie gaan allemaal meedoen met de actie, we gaan allemaal geld ophalen. Dan hadden wij hier niet vandaag gestaan. Dus ik denk dat een applausje voor Lotte wel op zijn plaats is. En om Lotte nog te bedanken, heb ik een cadeautje voor jou gekocht. Alsjeblieft, ik weet niet of je het nu open wil maken of dadelijk even rustig. Ja? En dan wil ik ook Wil van SOS Kinderdorpen nog even op het podium roepen. En die heeft ook nog wat voor jou. En dan hebben wij een cheque gemaakt. Dus het is geen hard geld natuurlijk, het is geen echt geld. Maar ik wil vragen of Lotte de cheque symbolisch aan Wil van SOS Kinderdorpen wil geven. Misschien kun je hem even laten zien aan het publiek. Want dat is het, sorry. Ja. 876 euro en 84 cent. Heel erg bedankt namens SOS Kinderdorpen. Echt leuk. En SOS Kinderdorpen heeft in 132 landen een dorp, 500 dorpen. Daar wonen zo'n 80.000 kinderen. Maar er gaan bijna 500.000 kinderen naar school op een SOS Kinderdorpsschool. En jullie geld gaat naar de school in Gulu in Oeganda. Daar komt een school en dan kunnen er nog meer mensen naar school. Dat is hartstikke goed. Aan het hek hangt een poster. Het meisje wat daarop staat, dat is Moena. Zij woont in het dorp in Gulu. Dus door haar kan zij, door jullie kan zij ook naar school. Dus helemaal te gek. En bedankt. Applausje. Dankjewel.